alles voelt zo anders nu. Alsof we eindelijk wakker zijn. Loslaten is het moeilijkste wat je kunt doen als je echt ergens om geeft. Je kunt het niet altijd zo stevig vasthouden. Je kunt niet voor eeuwig leven als gisteravond. Wat ik je kan meegeven, ik meen het echt, doe het nu. Verzamel de moed later in de avond. Want vandaag is een dagdroom waar alles mogelijk is. Vandaag is echt een rotdag. Je hebt misschien het idee dat dit vrij simpel is. Maar deze opdracht, die ligt er niet om. Jongens, jullie zullen echt even aan de bak moeten, hoor. Dus, hoe ga je het aanpakken? Vorig jaar had ik een groep die geld inzamelde voor het monument bij het gemeentehuis, om dat op te knappen. Ja, maar dat kan. Maar je kunt ook voor jezelf gaan. Toch? Dat kan dus ook. Je idealen achtervolgen. Meneer Vermeer, is het echt zo boeiend? Hè? Huh? Dit of uw verhaaltje? Ah ja, natuurlijk. Jouw eindcijfer, net aan of voldoende. Jij hoeft niet meer, waarom zou je ook? En we weten allemaal dat jij slim genoeg bent om niet verder te studeren. Jongens, wat ik van jullie nodig heb na dit weekend is eigenlijk vrij simpel. Vul dit formulier in. 20 vragen. En begin er wel meteen aan, want het weekend is voorbij voordat je het weet. En vooral als je nog naar je nieuwe serie wil kijken. Hè, seizoen 3, als je daar bent, toch belangrijk. Ha, klassieke meester Lichthart. Het is seizoen 5, trouwens. Wat? Het is seizoen 5. Oh ja, ja natuurlijk. Ja. Dit weekend is vrij belangrijk. Neem het allemaal op. Noteer elk detail. En voor degene die het nodig vinden, mijn mobiele nummer, die staat hier onderop. Dus je kunt me altijd bellen als wat aan de hand is. He? Tenminste, niet op zaterdag. Je kunt me eigenlijk alleen bellen op zondag. En dan tussen 9 en 5. Ja? En echt als je echt heel erg in de problemen komt. Dus, nou dat, en oh ja, voor degene die naar de universiteit gaan. Ik zou het maar maken als ik jou was. Dit is de laatste kans om je eindcijfers op te krikken. Ik zou maar maken. Nou, mag ik zo zeggen? Ik zou maar goed maken. Dus als ik het goed begrijp, kunnen we dit weekend gewoon doen waar we zin in hebben en het opschrijven? Ja. Nou, dat klinkt best oké. Okay. Pittig oké. Okay. Dus jullie kunnen wat mij betreft het formulier gaan vullen. Ja, Lotte, dit is de laatste les. Omdat je het vroeg, zeg maar. En de opdracht is voor dit weekend, toch? Yep. En het is vandaag vrijdag. Het was gisteren sowieso niet dinsdag. Dus, oh ja, omdat het vandaag de laatste schooldag is, wil dan ik op ijsjes trakteren. Yes! Yes! Oké, okay, zoals ik al dacht, we hebben het hele weekend. Ja, dat duurde me net echt even te lang. Ja. Zijn lessen zijn altijd zo saai. Er gebeurt nooit iets leuks. Hier, lijstje. Thanks. Ah, nice dat we het hele weekend kunnen feesten. Nop. Nice. Nice. Oh, dat staat je net iets te doen. Ik ga het echt niet. Tegen dat soort apps zijn. Al die 37 meisjes. Al die arme meisjes.
die voor jou goedkope trucjes vallen, dan verdienen ze dat ook wel. Het zijn 38 arme meisjes. En ik heb anders redelijk geïnteresseerd in een nieuwe Jasperlook van 2009. Dus zo goedkoop zijn die trucjes niet. Ja, af en aan klokken. Jongens, wat hebben jullie bij een naam? Jongens? Jongens? Freek? Kun je even komen? Freek. Ik weet niet zo goed hoe ik dit moet zeggen, maar je resultaten zijn geweldig. Echt geweldig, zo mooi. In de geschiedenis van deze school heb ik nog nooit zoiets gezien. Ik hou je nu een tijdje in de gaten. Je hebt voor al je toetsen in de afgelopen 4 jaar een 9 of hoger gehaald. Je geeft bijles aan meer dan 20 leerlingen elke dag. En je werkstukken zijn zo mooi dat we er exposities voor hebben gehouden. Maar ik heb geen idee wie je bent. Je staat nergens ingeschreven. Ja, en dit dan. In 2007 heb je een vrijstelling gehaald voor biologie. Nou, die zijn zeldzaam hoor. En in 2008 eerste prijs voor beste originele verhaal. Er is een documentaire over je gemaakt. Wat is dat? Wie ben jij? In al die jaren heb je nooit één dag gemist. Je bent elke dag aanwezig. Je bent er 2 uur voor schooltijd en na afloop blijf je gewoon in de kantine doorleren. Je bent er soms zelfs in het weekend. Dan moeten ze die pizzabroodjes in de kantine maar niet zo lekker maken. Want in het weeshuis zijn ze bruin. En beschimmeld. Maar verder is alles oké, hoor. Je weet misschien dat ik in 2004 Facebook heb uitgevonden. Dus ik heb nog wel wat geld in mijn portemonnee. Als zoon van Jim Carrey is het niet moeilijk om een baan te vinden. Ik heb in mijn tijd ook hele goede bandjes ontdekt. 3 jochies ontmoet op het Warcraft toernooi. 2 minuten praten met die mannen. Bam! De Beatles. Maar ik kreeg daarna al gauw een promotie. Tot de stunt double van Bryan Cranston. Door de gelijkenis, zeg maar. Wil je mijn litteken zien? Nee, dank je. Ga maar weer zitten. Freek. We moeten even praten. Ik pak de laptop en check of de exacte navigatie voor alle locaties juist is ingeprogrammeerd. En Jasper, jij zorgt voor de mixtape. Geen death metal, black metal, core metal, metalcore of dit is niet metal metal. En genoeg Taylor Swift. Ik heb denk ik wel ergens een redelijke mixtape liggen. Max, jij neemt eten mee voor het hele weekend. En niet alleen chips. Ja, niet alleen chips meenemen. Ik snap het. En geen mieren eetman soundtrack. Volgende keer beter, maatje. Oh. En over 6 minuten 20 in de auto zitten we met een half uur bij de eerste stop zijn. Oh, ik luisterde half en ik begreep voor de helft, dus ik hoorde eigenlijk niks. Hebben we echt zo'n strak schema voor die opdracht dan? Ja, als we nou gewoon even snel... Ja, even snel. Ja. Even snel? Nee. We doen het even op mijn manier, oké? Want we weten allemaal wat er gebeurde de vorige vakantie toen we het even snel deden.
Ja, kijk, ik zat een spin in mijn koffer. Ik kon er niks aan doen, over de data. En in één keer dan gewoon je wacht een keer. Spin in mijn shirt, nooit. En pak van hem op. Ja, jullie weten goed dat ik niet tegen spinnen kan. Oké. Laat jongetjes nooit de vrouw dus doen. Vrouw. Je bent meer een meisjesmeisje. Dat is net een categorie lager dan meisjesvrouw. Volgens mij missen we wat. Oh, de bus. Vraag dan eens aan die oude Jim Carrey. Jim Carrey? Je bedoelt de buurman, meneer Jansen? Ja. Die lijkt echt 0% op Jim Carrey. Hij heeft toch ook zijn snor? Jim Carrey heeft geen snor. Mevrouw Jansen, die lijkt nog meer op Jim Carrey. Nee, dat vind ik meer een oude opera-type. Ze is niet eens zwart. Oké. Daan, Max heeft gelijk. Meneer Jansen is altijd super aardig. Vraag gewoon of je zijn bedrijfswagen mag lenen. Vraag of je zijn bedrijfswagen een uurtje kan lenen. Kijk, liegen is in principe een betere versie van de waarheid vertellen. Dat tweet ik even. Oh, hey, vraag met deze handtekening. Daantje Kronenberg, wat een aangename verrassing. Hey meneer Jansen, ik had een vraag. Het is Jim hoor, voor jou. Ik wilde vragen of u uw bus mocht lenen. Gewoon om naar het winkelcentrum te gaan of zoiets? Ja. Nou, dat is goed. Doe je straks de groeten aan je pa? Zijn dat jouw vrienden? Ja, bedankt meneer Jim. Hij weet al mijn geheimen. Alles. De Intercity naar Maastricht en... Snap je hem? Oh. Hey! Woo! Zijn we er klaar voor, jongens? Oeh, Freek. We zijn er helemaal vol, man. Oké, is niet erg. Nee, weet je zeker? We zouden nog twee keer terug kunnen rijden, omdat dan kunnen we je ophalen. Nee, is goed hoor. Ik heb sowieso nog genoeg dingen te doen hoor. Ik moet nog wat rekeningen betalen. Ik moet de Egon nog uitlaten en nog wat dingen faxen. Obama. Oké, okay, want dan gaan wij nu. Is het, ja? Mm-hmm. Okay. Ja. Dag Freek, tot maandag. Doei. Dat is echt grappig. Die man die denkt dat hij erbij hoort. Ik vind het wel een beetje zielig voor Freek hoor. Wie is Freek? Oh joh, wat een ruimte. Power net! Gekeken. Die vraag 4b die is een beetje vreemd verwoord, want er hoort eigenlijk te staan. Wat denken jullie dat de opdracht inhoudt? Daan, ik ga je nu stoppen. Oh, Daan. Daan, we gaan je stoppen nu. Je hebt echt geen idee wat we gaan meemaken, hè, natuurlijk. Oh nee. Dit is toch niet weer een van die Jasper. Oh, Daan, we nemen je mee naar bijles. Nee, grapje, het is een technofeest ding. Nee, joh. Oké, ja. En techno is voor barbaar. Muziek barbaar. Denk nou eens goed na tegen wie je praat. Het was sowieso een deadstep feest. En dat is een wereld. Van verschil, Kronenberg. Er was veel kots. En minderjarigheid. Nee. Jullie snappen het echt niet. Oké, we moeten deze opdracht gewoon maandag af hebben. Oké, daar moeten we echt op focussen. Nou ja,
Jij moet erop focussen. We hebben die extra punten niet nodig. Wij gaan naar de diploma-uitreiking gewoon werken. Universiteit is niets voor ons. Ja, oké. Maar dan ga ik er wel gewoon nu uit. Want... kijk, ik... Daan! Luister, wij hebben je meegenomen omdat we denken dat je wel een Jasperweekend kan gebruiken. Je bent de laatste tijd zo geobsedeerd met je leven over een jaar, dat je niet realiseert dat je de beste tijd van je leven vergooit. Ja, kijk, universiteit is wel belangrijk, maar als je er niet van geniet, dan kun je er ook niet gelukkig van worden. Ontmoet nieuwe mensen. Speel muziek. Maak gebruik van dit moment. Hé, hey, en ik ben er ook bij. En ik maak rare opmerkingen. En dat is grappig. Dat is een beetje mijn ding. Oké, Daan, luister. Het is vandaag vrijdag. Je hebt straks nog 2 volle dagen om keihard te leerberen. Geef ons alsjeblieft alleen vanavond de kans om je de wereld achter het A4'tje te laten zien. Het is een deal. Oh, willen jullie ook pindakaas? Zo verslavend. Het is wel een beetje over de daad. Maar de brugman zegt dat het dan het lekkerst is. Wie is de brugman? Je weet wel, die man onder de brug. Nope. Zo, Henk. De eerste stop. Zijn we er bijna? Wie is Henk? Ja, Lotte de Wit. Na 500 meter, linksaf. Ik heb hem een naam gegeven. Dat is totaal niet raar. Zeg, Madelief. Waar is het dichtstbijzijnde toilet? Jasper, ik ben geen navigatiesysteem, behalve voor de weg naar jouw hart. Stoer hoor, dat je dat hebt geleerd. Geleerd? Jullie met je imaginary friends. Kijk nou. Dit is het. Soms moet je ook gewoon even pauze kunnen drukken. Ja, ik laat het wel even. Voor nu. Kijk, Daan. Ik sta echt 100% achter je. En als verder leren echt is wat je wil, diep in je hart, dan moet je daar ook alles aan doen om dat te bereiken. Snap je wel? Je wilt ook gewoon door. En wat wil jij in dit weekend bereiken? De vraag is, wat kan ik het weekend geven? Die van je pa. Als ik jarig was, had hij altijd een nieuw diertje. Deze is van toen ik 17 werd. En hij wilde de hele armband vol hebben als ik 20 was en naar het huis ging. Zodat ik hem niet kon vergeten. Er missen er nog 3. Maar het is toch niet erg dat hij niet helemaal vol is? Ik bedoel, dit is... ik moet je wel genoeg om aan hem te herinneren. Misschien is het weekend wel mijn kans. Klinkt misschien raar, maar... ik moet het gewoon afsluiten. Je mist hem. Mis je haar? Dat is beter, help je me dan. Het is echt super belangrijk. En het is niet alsof je iets beters te doen hebt dit weekend. Hey, jullie oké? Ja, tuurlijk man. Hey, heb je die nieuwe aflevering van Mieren Eten Man X gezien? Vandaag? Ja, dikke teaser aan het einde man. Die arc was wel een beetje filler. Maar als we de comic volgen, wordt next season echt epic. Ja, nieuwe vijand, alle. Jongens! Oh, Melissa Muller. Dat klaar staan. Hop. 3 seconden. Dames. Kunnen jullie even alsjeblieft? Ja. Zo. Dankjewel.
Wie is Melissa Muller? Melissa Muller is het meisje. Daan en ik waren echt mega verliefd op haar op de basisschool. Iedereen was verliefd op haar. Er is iets moois gebeurd. Gast, ik kreeg net een friend request van Melissa Muller. Man, oh man, 8 jaar later. Hoe mooi zou ze nu wel niet zijn. Toch, Daan? Melissa Muller. Melissa Muller. Ja? Nice. Sowieso nice. Ze is redelijk in de buurt nu. Ze werkt in die bar aan het einde van de stad. Die bar? De dinges. Die bar! Is het iets wat ik weet? Of? Daan, ik ga letterlijk bijna dood van enthousiasme. Ik zie er misschien rustig uit, maar als ik deze vreugde toelaat, ben ik bang dat ik er niet van terugkom. Wat is er met die bar dan? Legende spreekt over een bar. Aan het uiteinde van de stad waar engelen uit de hemel samenkomen. Maar dan zonder vleugels. En redelijk dit werk. Vet! Ze spelen basketbal. Oké. Ja, we hebben een gaatje in de planning. Nice. Wat zou je ze doen? Oh. Ik heb misschien nog wel wat oefening nodig voordat ik klaar ben voor die uitdaging. Waren hier maar dames hier in de buurt waarmee ik een woordje kon wisselen? Ja, je weet dat daar letterlijk twee... Hey, kijk! Meisjes! Dat zijn de drie I's. Altijd een feestje. Zijn dat niet Hillary, Brittany en Natalie? Vergeet Danielle niet! Hi Lotte! Wat gebeurt er? Zijn dat niet de lievelingetjes van meneer Lichthart? Ja, een beetje het hoofdkaraktersidee. Echt wel. Wat ik me afvraag eigenlijk. Zijn jullie zus of zomaar toevallig heel nice? Heel nice. Redelijk aantrekkelijk? Oh nee, we zien er echt verschrikkelijk uit vandaag. Oh my god, echt zo vreselijk. Echt wel? Ik niet hoor. Ik heb wel een goede dag, toch Lotte? Oké, meisje. Let goed op. Doe het vanaf hier. Jonge dames. Is het tijd? Het is sowieso tijd. Ja, het is altijd tijd geweest. Duidelijk. Waar is het feestje? En we gaan door. Ja, we gaan door toch Lotte? Ja, is goed. Ik ga de drank regelen. Catering, denk ik zo, hè? Ben je er nog? We zijn aan het praten. Catering. Oh ja, koekjes heb ik. En chocola? Koekjes met chocola. Goed. Combinatie. Prima. Waar komt de band ervan? Oh, daar is hij. Dus hier gaat het gebeuren. Jasper Vermeer, the man himself. Alles lekker? Ja, man. Oh, nice. Powertraining. Nee, joh. Mijn oma kan de laatste tijd niet alles mezelf, dus ik help er de laatste maanden een beetje in huis. Ah, dus je doet niet meer dat vrijwilligerswerk bij dierenasiel? Ja, natuurlijk wel. Dat doe ik s'avonds. Dat is na mijn vrijwilligerswerk in de stad met daklozen. Hé, maar kom, ik laat je even alles zien. Ja, is goed. De grap is zeg maar dat heel nice is. Ja, ik ken hem. Zijn dat niet die jongens van achter in de klas? Oh ja, volgens mij noemen zij zichzelf de vrijheidsstrijders. Hun leider is kapitein Harpert. Moeten we met ze praten dan? Sowieso niet. Nope. Dit feest wordt echt de... Tiet. Pup. De bom. Feest? Is er een ding? Ja. Ik heb de uitnodiging net af, dus kijk eens. Tum. Redelijke typografie. Welk vondje is dit? Vondje? Eindexamenfeest. Ja, we hebben echt toffe dingen gepland. Dit is het vierde jaar dat we het al organiseren. Eindexamenfeest. Iets klopt hier niet. We huren een zaaltje af. Check. Toffe live muziek. Check. Eén avond helemaal losgaan. Check. En er is chocola! Super check! Lottie, gaan we samen naar het feest? Jij gaat toch ook? Nee, we hebben een ding dan. We hebben helemaal geen ding. Jawel, Jas. We hebben een ding.
Nee, dus nog staat ruimte in de planning. Ja. Ja, dus je kan wel. Dan kunnen we samen gaan. Jee. Je moet niet schrikken, hè, Lotte. Maar kijk, dat heb ik gisteravond getekend. Kijk. Dat is precies hier. Ja, en het staat Best Friend for Life. Dat is Engels. En dan kunnen we samen naar het feest en dan kunnen we dezelfde jurk... Oh mijn god. De jurk. De jurk, Lotte. Hé, hey, waarom blijven jullie niet allemaal hier voor vanavond? Daantje kan gewoon een beetje muziek maken. Maak er gewoon een vette avond van met z'n allen. En er is ook nog genoeg slaapplek voor ons. Jullie dan? Oh. Heb je nog een beetje wat aan die opdracht gedaan? Nee, man. Gaan wij niks meer aan doen. Hey. We stellen het heel even uit. Ja, wij hebben gewoon een beetje het idee dat we wat beters te doen hebben. Ik bedoel, kom op. Het is onze laatste avond. Maar het is niet het laatste van de hele wereld. Dat zou eng zijn. Echt wel. Rustig maar, dames. Als Tamir Eteman ligt, is het einde van de wereld nog lang niet in zicht. De vloek van insecten, meneer, zal deze aarde niet breken. Wat was dat? Mierenman? Miereneterman. Hij is nice. Is het tijd? Hé, hey, je bent die ene van de rooien, toch? Ik heb bij jouw broer in de klas gezeten. Ja. Ja, ik ken hem heel goed. Hij is mijn broer. Ik heb met hem in een huis gewoond. Wil je wat levensadvies, Max? Ja, graag. Gebruik nooit je hoofd. Denk niet na en doe gewoon wat je leuk vindt. Zonder heel de tijd te denken hoe moeilijk het zal zijn. Gebruik nooit mijn hoofd. Gebruik nooit je hoofd. Hé, wat is het verhaal tussen jullie nou? Oh, wij? Ja, wij lijken een beetje zusjes, hè? Maar nee. Ja, we zijn gewoon beste vriendinnen. Ja, Bertie, er is wel iets tussen deze twee. Is het liefde? Zijn jullie exen? Geen exen. We zijn gewoon vrienden. Gewoon supergoede vrienden? Ja. Gewoon goed. Gewoon... Echt super. Gewoon vrienden, ja. Daan Kronenberg. Zou jij anders even een riedeltje, man? Welterusten. Er was een ding. Er was een ding tussen jou en Lotte. Nee, was geen... Er was sowieso een ding. Ik heb dit de afgelopen paar weken zien aankomen. Volgens mijn berekeningen moet vanavond de avond zijn. Wat moet er gebeuren vanavond? Jullie slapen samen, toch? Je weet dat Max altijd bij ons slaapt, hè? Jij weet net zo goed als ik
dat als Max eenmaal zijn hoofd op een kus heeft, dat hij dan al lang weg is. True. Vanavond is de avond. Ik wil je waarschuwen. Lotte is de chick van de groep. Als je dat breekt, dan breek je de groep. Ik hou van de groep. Ik ben een soort van jullie mannelijke stoere moeder. Kon je niet gewoon vader zeggen? Je snapt het metafoor niet, hè? Je krijgt één kans bij Lotte. Doe je het goed, dan ben je in forever. Maak je foutjes. Doe je niet precies wat ik je al die jaren geleerd heb, is het voorbij. Ik wil je waarschuwen. Man tegenover bijna man. Respecteer Lotte. Je bevindt je nu op het punt wat ik Jasper's Point of No Return noem. Oftewel porn in het kort. Jasper, je weet dat het... Vanavond niet, Daan! Ik vertrouw je. Ik geef om je. Lotte en ik, dat is niet zo'n ding. Af en toe een spark hier en daar, af en toe, maar het is, ik ga er nooit echt wat mee doen of zo. Het is gewoon een ding. Kijk maar, als je straks in die tent ligt, denk goed na wat ik tegen je gezegd heb. Porn. Ik zal eraan denken. Max, die slaapt al. Ja, die is helemaal weg. Goed begin van het weekend zo, toch? Ja. Zijn we al op pauze? Ja, je bent goed bezig, Daan. Sorry dat ik soms te erg in het schoolwerk zit, zeg maar. Ik wil gewoon die opdracht goed maken. Want het is het laatste stukje voor school. Nou, niet je excuses aanbieden. We gaan het vanaf nu gewoon leuk hebben. Gewoon leuk. Dat kan ik wel. Ben je nog niet moe ook? Leuke gasten trouwens vandaag. Ja. Die stomme Hillary. Tiffany. Whatever, stomme Amerikaanse naam, chick. Er is een ding tussen jullie. Ja. Ja, zo raar. Ja. Alsof er geen vrienden mogen bestaan in deze wereld. Ja, alsof het maar raar is dat we elkaar aardig vinden, zeg maar. Ja, elkaar echt leuk vinden. Ja, gewoon aardig, zeg maar. Jawel. Gewoon een beetje leuk. Ah, ja. Dat is bijna Point of No Return. Wat? Porn. Nee, maar dat is een Jasper ding, Point of No Return. En dan heb je de letters, maar hij weet niet dat het eigenlijk niet goed zit. Dus wanneer je porn... Doe open! Doe open! Ik heb die fout gedaan, Jasper!
alles lekker? Jij hebt met die meisjes geslapen, hè? Die drie. Yep. Hey! Hey Daan! Ik heb in jullie bus geslapen. Jaspertje is zo lief, hè? Ja. Kijk, ik heb haren van Lotte gevonden. Dat is mijn haar. Pootjes. Je ruikt naar Lotte. Dus op een gegeven moment waren jullie het gewoon niet eens wat jullie wilden spelen? Ik ging liever voor rovers en piraten, maar ja. Die daar? Wou liever naar de maan. Ga zelf naar de maan. Geef mij maar wat ruimte. Jij bent een soort van Spider-Man. Wat is je naam? Hij wil niet dat je zijn voorouders beledigt. Hij komt uit de oude Japanse Kyoto. Zijn naam is Wang. Ninja Wang. Oh, vet. Gebruik je ook laserzwaarden en zo? Hij zegt dat je beter kunt gaan voordat hij zijn werpsterren in je Oké, dat laatste ga ik niet herhalen. Ik waardeer eerlijkheid, Wang. Sayonara des. We gaan er zo vandoor. Waarom zo vroeg? Ja, je weet wel, vroege vogels. Oh, tof. Is dat jullie strijdkreet? Nee. Tenminste, we hebben geen strijdkreet, toch? Als we die hebben, wil ik het nu weten. Nee, we zijn aan het trainen voor de grote strijd van ons eindexamenfeest. Jij gaat sterren zien. Ga je kiel halen, schavuit. Ik ga er ook maar weer eens vandoor. Lotte heeft iets op mijn arm geschreven. 12 uur vertrekken we. Als je niet in de bus zit, laten we je achter. Daar was de inktdek op. Ik zie wel wat er gebeurt. Tot later. Mijn strijdkreet is geen slecht idee. Wind in de zeilen! Schip ahoy! Oké, ik ben niet helemaal klaar mee. Wind in de zeilen. Peter, dit soort dingen. Luister, dit is geen probleem. Het gebeurt iedereen. Oh, hey. 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 Dit is het moment. Help me, ik heb een fout gemaakt moment. Want die ken ik niet. Nee, volgens mij zijn we helemaal cool. Toch daar? Ja, geen probleem. Volgens mij, wij zijn cool. Prima. Yeah. Wow. Het is tijd. Melissa Muller wacht. Ja. Melissa Muller? De Melissa Muller? Oh my god. Zij is echt like zo hot. Echt wel. Maar Lotte, wanneer zie ik je dan weer? Lieve Danielle, als jij nou even rustig doet, Lotte heeft veel om te vragen op dit moment. Oh. Ik wist niet dat je er zo erg mis zat dat je met Daan hebt geslapen. Ja. Iedereen klaar? We gaan. Ja. Even serieus, wat willen jullie aan het einde van dit weekend beleefd hebben? Ik denk dat ik voor ons allemaal spreek als ik zeg dat we Mierenetenman moeten ontmoeten. Hij doet een signering op zondag. Hey, hoe heet die acteur ook alweer? Verpest de illusie nou niet voor Max. Mierenetenman is real. Ik ga gewoon kijken of ik wat van die grappige armbanddiertjes kan vinden onderweg. En daarnaast Harry schoppen met jullie. Als ik die eindopdrachten afkrijg, dan vind ik het allemaal wel best. Weet je wel, wat jullie willen dan? En jij dan, Jasper? Hm. Oh, dat zien jullie straks wel. Locatie, die ene bar bereikt. Jasper, blijf alsjeblieft trouw aan mij. Ik ben geen digitale stem, ik zit vast aan je telefoon. Oké, dit ding wordt redelijk eng nu. Help! Through can we call each other friends? All I know is that I feel alone when the night sets in. And I can't breathe again. Wat is deze plek? Dit, mijn allerbeste Daan, is de Bemel. De hemel, maar dan beter. Bemel. Dat. En het heet letterlijk zo?
Jongens, ik wil dat jullie goed luisteren. Jullie wilden weten wat mijn doel is dit weekend. Ja? De reden waarom ik besta. Ja. Het enige wat er ook maar een beetje toe doet in het universum. Nou ja, ik zal meer te denken dat ze manier om, zeg maar... De tienen! De wat? Oh, deze is mooi. Jullie weten dat ik een redelijke poos geleden een gedetailleerd systeem heb bedacht om zowel het mannelijke als het vrouwelijke geslacht te bestuderen, indexeren en gelden. Waarom praat je opeens? Zo is Melissa Muller daar, aan de bar, duidelijk een 9.4 van de 10. Een 9.4 slash. En Lotte, sowieso een hele goede 5.9. 5,9? Hoe kom je daar rustig, het is voldoende. Hij weet waar hij het over heeft. Dames en heren. Dit is waar ik mijn ultieme fantasie realiteit ga maken. De 10-10-tienen! Dit is waar ik 10 verschillende 10-tienen ga scoren. Meisjes nog mooier dan Melissa Muller. Ik heb de statistieken nagekeken en ik weet zeker dat dit het weekend is. En wat laat je denken? Dat die tienen meisjes met jou... 10-tienen. 10-tienen? Ja. Met jou willen scoren? Kijk. Het is eigenlijk heel simpel. Het algoritme gaat zo. Een man van minimaal een 7.8 kan sowieso 2 hele punten boven zijn eigen cijfer scoren. Ik ben een 8.9. Duidelijk. Dus, als ik een vrouw van de 10-10 wil scoren, ben ik meer dan gekwalificeerd. Ik ga er overheen. Kijk, ik ben eigenlijk te goed voor deze perfecte meisjes. Hij moet met ons mee. En het lukt hem ook nog. Natuurlijk werkt het. Oh, de drankjes hebben kleurtjes. Geef me het beste wat je hebt. Goeie muziek. Goeie muziek hebben ze hier. Met te praten dan? Met wie? Nee, Max die... Max is meer Max het ding. Max die jaren verliefd op haar en zo. Oh ja, zie het. Hij ziet er erg geobsedeerd uit. Soms heb ik gewoon een klein duwtje in de rug nodig. Is dit zo'n ding dat je zometeen letterlijk mijn duw geeft? Nee. Derek? Daan? 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 Hey. Daan? Hoe is het met je? Alles goed? Ja. Ik ben net klaar met werken. Maar goed ook, denk ik. Anders had ik dat allemaal moeten schoonmaken. Wacht. Is dat Max? Max? Is die ook hier? Ik dacht dat hij Max. Heel erg... Max is ook hier. Ik heb hem al jaren niet gezien. Max is hier. Dus jij moet ze op. Op? Je speelt toch? Nee, dat doe ik al een tijdje niet meer. Doe je het helemaal niet meer? Nee, soms moet je een beetje realistisch dromen, zeg maar. Dat was denk ik niet helemaal voor me weggelegd. Ha! Volgens mij hoor ik papa Kronenberg praten nu. Nee, dit... Ik wil nu universiteit doen, zeg. Dat is echt wat ik wil. Sowieso. Studieboy. Ik vind het wel slim, hoor. Soms is het beter om je te focussen op iets haalbaars, iets simpels. Trouwens, eindejaarsfeest. Je was ook uitgenodigd, toch? Ja. Mooi. Misschien kunnen we dan wat meer praten over iets simpels. Hey, ik zie al dat je me niet zegt je Muller moet, hè? Ja, ben ik zijn echt beste vrienden. We zijn sinds elk jaar dag deel. Ik ga nog even naar huis voordat het grote feest begint. Zie je jullie daar? Je hebt mijn nummer? App me. Wat is app? Zo'n tekstding gebeuren, denk ik. Waarom? Ik heb geen idee. Zal ik het voor je? Nope. Wat ruik ik?
magie. Niks. Hé, waar was jij? Waar kom jij vandaan? Oh, ik heb wel zo met wat oude bekende baat en zo. En ik heb nieuwe diertjes gevonden. Oh, hé, waar heb je die vandaan? Er lopen hier letterlijk alleen maar meiden. Wij dragen dingen, dat is niet nieuw. Dus je hoeft er nu nummer 2? Ja. Ik heb een regenboog in mijn maag. Je hebt genoeg gehad, maatje. Kom. Ik ben wel klaar hier. Jullie ook? Ja. Jasper? Ik moet het niet vragen, zeker? Oh, natuurlijk wel. Dit is wat ik noem de Marsma-automaat. Ah, de Jasper Classica 2005. Ah, ja. Waarom? Okay. Waarom? Dat is heel makkelijk. Marsma-automaat. Marshmallows. We zitten in de auto. En het automaatgedeelte dan? Dat is omdat de rest automatisch gaat. Double shotgun. Shh. Geen woorden praten. Oké, we moeten nu echt door voor een slaapplek. Jas, zorg jij dat deze lieve jonge dames thuiskomen met misschien enigszins bedekking? Oh nee, zij gaan met mij mee. Ik dacht dat het duidelijk was. Jaspers plan voor werelddominatie begint in 5, 4, 3, 2, 1. Jonge dame, jullie wagen gaat helemaal tekeer en slingert alle kanten op. Hebt u iets op? Gewoon eerlijk zijn. Dan komt alles goed. Nee, ik heb helemaal niks gehad, begint ik. Niet liegen! Wat raak ik toch? Verstoppen jullie iets? Nee. Dus als we achterin gaan kijken, dan vinden we helemaal niks. Het is gewoon mijn pindakaas. Iets over de datum, maar de brugman zegt dat het dan het lekkerst is. Je weet wat ze zeggen. Overheerlijk over de datum. Als de datum geweest... Ja, we snappen het. Nou, we hebben weer zo'n pindakaasincident, hoor. Over. Meneer, alsjeblieft, in de wagen blijven. Meneer, wilt u terug naar de voertuig, alsjeblieft? Heren, wacht. We hebben een hartstikke leuke avond. Meneer. Ja. Laatste keer dat ik het vraag. Meneer, wilt u afstand houden, alsjeblieft? Meneer, oh! Pas op! Pas op! Laat het vallen! Pas op! Kom op. Laat ons gaan. Zo slecht zijn we niet. Jullie willen toch ook gewoon naar huis? Is het moeilijk om iemand te vermoorden? Wauw.
Jouw cel is net iets anders dan die van hem. Jij hebt meer tekeningen van mensen die aardbeisjam opeten. Wat vet. Je bent een artiest, hè? Waarom zit je hier? Was hij net iets te goed? Strafpad gaat zo slecht staan wanneer ik aanklop bij de universiteit. Mijn vuist gaat ook heel slecht staan op je gezicht als ik daar aanklop. Dus dames, hoe denken jullie over een vierde? Serieus? Deze man met zijn mommy issues hier? Ik dacht even dat ik een 5.2 hoorde praten. Oh, jij bent er zo een. Laat me raden, de 10-10-10 zeker. Super origineel. Ik las er gisteren nog over op chicksandnicks.nl. Nee, dat is niet waar ik... Ah, en natuurlijk de Hot or Not or Seriously Not app. Wat een uniek klein sleeuwvoekje ben jij. Jasper, laat zitten. Nu niet, nummer 4. Oeh, ik heb nog zo'n muizenknuffeltje gevonden. Dat is een rat en ik weet 90% zeker dat hij super dood is. Deze plek is geweldig. Luister, agenten. Wat als we beloven dat we geen over de datum voedsel meer meenemen? En geen halfnaakte meisjes op de achterbank? En niet met 6 man opgepropt gaan rijden zonder riemen om? En gewoon van jullie wapens afblijven? Luister, meisje. Jullie blijven gewoon hier vanavond. Jullie hebben naast heel veel koppijn ook uren papierwerk geleverd aan ons. Als wij hier vanavond blijven, dan moeten jullie dat ook. Wat? Dat is toch gewoon je zin op? Dat wilde je zeggen? Gewoon een soort van... het is zelfs... Nee? Wat is mijn lievelingskleur? Hoe moet ik dat nou weten? Je keek net in mijn ziel, hoe deed je dat? Dat hoef ik niet. Jij bent meer een open boek. Oké, kom op. Was dat zeg maar voorbereid of super toevallig? Zolang je trouwens, je lievelingskleur. Weet je, ik zit hier de jongens zoals jij. Eentje maakte hem net iets te boos en toen... Oh nee. Oh ja. Je hebt hem voor... Ik heb zijn auto gestolen. Oh. Dat hebben wij ook gedaan. Wat hoorde ik daar? Nee, niks. Ik weet het niet. Misschien heb ik niet veel ervaring met lieve jongens of aardige jongens. Of überhaupt normale jongens. Maar jij lijkt me wel anders. Niet heel erg, maar misschien net genoeg. Ik ben een soort van lone wolf. Ik volg mijn eigen pad. Ga je morgen naar het eindexamenfeest? Ja, sowieso. Iedereen gaat. Misschien zie ik je daar. Ik kan deze agent om de tuin leiden. Ik heb die ene gisteren laten geloven dat hij spinazie stand had. Hij heeft 3 uur lopen zoeken. Hij vond het als wel gek, want hij heeft geen maanden spinazie gegeten. Nee, hoort hij niet. Ach, mijn bed is tenminste fijn. Een wonder nodig om hieruit te komen. Is er iemand daar? Ik wou dat Freek hier was. Nee, niemand vroeg je wat. Freek! Deze man heeft jullie borst betaald. Jullie kunnen gaan. Hé, hey, hoe kom jij er nou? Ja, oké. Alleen de loper kan niet, zoals jij zegt, de koning even straight op murder. Hij kan wel 2 vakjes opzij als je wilt. Ik ben er nooit zo blij geweest om jou te zien, Freek. Hoe kom je godsnaam aan al dat geld? Oh, ik geef het ziekenhuis soms wat bloed. Krijg ik wat voor terug. Ik ben er echt veel te bang voor. Ik heb net al die naalden. Nee, die mijn eigen bloed. Sam, hoe kom je hier terecht? Daan? Stel geen vraag als je de antwoord niet op wilt weten. Ik heb niet gevraagd om deze krachten. Het belangrijkste is dat ik er nu ben. En vraag me niet waarom ik dit pak aan heb. Ik heb het eerlijk gewonnen van een museum, meneer. Jasper, kom je mee? Ik ben Mila. Ik ben Jasper. Jij bent echt mee. Ja, deze was meer nodig dan ik. Ik zie je. Jasper, was jij met 2 meisjes of zo? Nee, volgens mij niet. Hoe wist je eigenlijk waar je ons kon vinden? Dingen in je nek? De chips die ik erin heb geplant. Toen ik jullie leren kennen. Zeg meneer. Volgens mij heeft u spinazie tussen de tanden, precies. Ja, ik wist het. Elke keer is het gewoon elke keer weer. Oké, het is middernacht. Heeft iemand nog meer super honger?
Ja, dat... Oh, mag ik wat vragen? Is dat... dat... Ja! Ik heb het gisteren laten knippen. Dank je. Niemand heeft het ooit door. Ja, nee, dat bedoel ik niet. Maar moet ik trouwens weten of je haar anders zit? Ik ken je niet. Ik bedoelde je oorbel. Oh, dit dingetje. Dat zou echt perfect zijn, die zoek ik nog. Zou ik hem van je kunnen kopen? Oh, nee, echt niet. Sorry, maar dit ding zit al jaren in mijn familie en ik wil het later aan mijn kinderen geven. Voor geen goud. 1000 euro. Tuurlijk. Hier, hij is voor jou. Ik hoop dat je wel kan waarderen dat dit bloedgeld is, hè? Oh, dankjewel, Freek. Dat ben je. Ho, jonge dame. Ga nog geen grenzen opzoeken, hè? Maar je hebt nog steeds het nummer van minister Muller. Wanneer ga je er bellen? Ik denk niet dat ik ga bellen. Waarom niet? Ik hoef er niet zo achteraan te gaan. Ik zie er wel wanneer ik er zie. Ja, dat zou erg zijn. Wat? Dat je ergens achteraan zou gaan wat echt goed voor je is. Maar dat is niet helemaal Daan volgens mij. Max, ik weet wat goed voor me is, hè? Soms moet je dingen een beetje serieus nemen, weet je wel? Het leven is niet altijd leuk. Kijk waar we zijn. Als we zo serieus zouden zijn, hè? Waren we dan in een gestolen bus vol met marshmallows gaan rijden? Waren we dan naar de gevangenis gegaan? Zouden we dan iets beleefd hebben? Dat is precies wat ik bedoel, oké? Kijk, we hebben nu een strafblad. Wat moet ik in godsnaam zometeen zeggen bij de universiteit als ik voor mijn intake aankom? Oh ja, soms ga ik op joyrides met mijn dysfunctionele vrienden, maar ik haal wel gewoon goede cijfers. Ik bedoel, wat? Dus dat is wat je van me vindt. Dysfunctioneel. Max, dat bedoel ik niet. Kijk, omdat ik geniet van elk moment van de dag? Omdat ik het elke seconde zoveel mogelijk vreugde probeer te persen voordat het te laat is? Soms moet je kunnen leven, Daan. En niet alleen maar het plan volgen van je vader. Maar dat is het niet. Ik wil gewoon hard leren, zodat ik kan bereiken waarvoor ik werk. Je kan al alles. Je bent creatief, je bent slim. Je kan zelfs een rockster worden, als je er maar eens wat voor deed. En het valt zoveel meer om voor te leven, Daan. Valt zoveel meer om voor te leven. Ik bedoel, kijk naar jezelf. Mieren eten, man. Kom op, man. Wat? Ik heb tenminste een passie. Waar is die van jou, Daan? Waar is die Daan van vroeger die samen met mij over het schoolplein rende om de wereld te redden? Hè? Je bent erbij zo erg veranderd, ik ken je niet eens meer terug. Je ziet niet eens dat Lotte helemaal gek van je is. Je bent alleen maar bezig met jezelf. Je gaat over een paar jaar zoveel spijt hebben van wat je hier hebt gezegd. Waar is nou die Dani voor zichzelf op van? Mark, waar ga je naartoe? Hey, wat is er allemaal gebeurd daar binnen? Iets wat niet langer kon wachten. Wat heb je daar? Daan, dit is precies wat mijn vader ook kreeg. 3 weken voordat hij overleed. Oké, ik weet dat hij nu weg is. Maar hij kan echt niet lang alleen blijven. En hij heeft deze dingen ook gewoon nodig. Anders bellen we hem zo. Ja, dat gaat niet lukken, jongens. Hebben jullie enig idee waar hij naartoe is gegaan? Laten we gewoon die kant op rijden, oké?
Oké, ik probeer hier de situatie een beetje aan te voelen. Volgens mij hebben jullie nu technisch gezien een plekje vrij in een groep, of... We waren er bijna. Ik ben ook boos op dingen. Dag beste reizigers. Beetje pech aan de kant van de weg. Kom op, waarom staat je nou niet? Ik kan wel even kijken wat er mis mee is hoor. Meneer, nu niet. Ik heb toevallig mijn spullen ook bij me. Ah ja, ik zie het al. Hey, als jullie willen, ik ben met de zaakjes hier om de hoek. Ik breng me even langs. Komt helemaal in orde. Dat hoeft echt niet hoor. En de binnenkant, zag ik net, is ook een beetje viezig hè. Zal ik alles gewoon heel het interieur doen? Jongeman, nou is het mooi geweest. Ophouden nou! Vinden dit makkelijk zelf? Ah, er is zeker iets gebeurd. Willen jullie misschien met iemand praten? Meneer! Nee! Ga weg! Ik doe namelijk ook part-time psychiatrisch werk. Ik denk dat jullie wel kan helpen. Hoe op, je bent te aardig! Mensen zijn niet zo aardig! Ik krijg er echt koppijn van! Aspirintje nodig? Heb je die ook in aardbei? Ja. Ja, aardbei is goed. Ik ben maar eentje met aardbei. Halleluja. Nummertje 6. Here I come. Wacht, je was toch pas bij 4 meisjes? Als we hem sowieso ergens vinden, dan is het hier. We gaan hem vinden. Daan? Kan ik je even spreken? Tuurlijk. Zo. Je weet dat ik mijn twijfels over je heb gehad als persoon, toch? Ik ben heel blij met de persoonlijke reis die je maakt dit weekend. En ik waardeer ook echt je inzet. Maar ik denk dat je erover moet nadenken wat je volgende stap is. Zoals mijn sensei altijd zei. Maak nooit een slapende pudding wakker. Het is me altijd bijgebleven. Wees jezelf daar. Wees jezelf. En nog één ding, Daantje? Noem maar geen Daantje.
Danekind, je bent een ware inspiratie voor me. En dat meen ik echt. Je inspireert me gewoon. Hé, Daan. Daar heb je dat Melissa-meisje. Beter doe je moes. Oké. Hi. Hey, met Daan. Hey Daan. Waar ben je? In de buurt. Hey Lotte. Lotje. Hey. De voetbalster. Ja, maar je mag me ook gewoon Chris noemen. Chris. Of Chris, de voetbalster. Gaat hij een beetje lekker? Trots op de grote avond? Ja, mijn oma zou ook echt trots zijn geweest. Nee, ze leeft nog hoor, maar ik bedoel, als ze hier op het feest was. Oh, ja, misschien moet ik echt even bellen. Maar anyway, ik ga zo meteen naar binnen. Ik moet de bands aankondigen en een paar dingen zeggen. Dus ga je mee? Of wacht je op iemand? Nee, ik wacht op niemand. Cool. We zijn vanavond allemaal bij elkaar gekomen voor twee belangrijke dingen. Zekerheid en onzekerheid. Zekerheid dat we vanavond onze beste vrienden en vriendinnen zullen zien. Zekerheid dat we toffe muziek gaan horen en dat we helemaal uit ons dak gaan. Maar ook onzekerheid. Omdat we niet weten wanneer we elkaar weer gaan zien. Het einde is niet langer in zicht. We zijn er. En nou willen die leraren dat wij het laatste weekend gaan doorbrengen. Met die rotopdracht nog even ons gemiddelde ophogen. Terwijl we de beste tijd van ons leven mislopen. Mooi niet. Ik wil dat jullie allemaal dit kleine papiertje pakken. En ik wil dat jullie goed nadenken wat je wilt bereiken in het leven. En dan wil ik dat jullie dat gaan waarmaken op jullie manier. Wil ik jullie grootste en wildste applaus voor de band van vanavond! Wij zijn willekeurige bandnaam. Jaar geleden dacht ik dat de wereld een plan voor mij had. Maar de waarheid is dat ik een plan voor de wereld heb. Ja, dat komt zo. Ik vertel het straks wel. Het spijt. We hebben je pillen. We hebben je nooit wat gezegd. Dat komt zo. Dat is even niet belangrijk nu. Luister, dit is Daan. Ik wil het al zo lang zeggen. Ik zweer het op met mijn leven. Jullie horen bij elkaar. Jij bent echt de ware voor hem. En jij vindt hem ook leuk. Dus kom op, nu is de tijd. Kom op, waar is hij dan eigenlijk? Max. Waar is Daan? Hij is met Melissa. Hey, Max. Max. De rode, toch? Chris. Fijn dat jij zo makkelijk bent. Lekker simpel. Geen grote dromen of onrealistische doelen. Soms hoef je ook niet hard te werken of je best te doen. Soms moet je dingen gewoon laten gebeuren. Jij hebt vast wel zin in een Jeffrey McKinnon. Dus. Wat zou je met ons willen doen vanavond? Wat wil jij het allerliefst? Wat is je wildste fantasie? Ja, is goed, vind ik ook. Zo, jij bent de populaire. Ja, de Jasper Guarantee. Wat zit er nog meer in dat pakket? Het nieuwe model is niet meer beschikbaar, ben ik bang. Oh, niet voor mij? Voor vanavond?
2 dagen geleden had ik nu sowieso al 3 foute opmerkingen gemaakt en waren we boven Jasper direct aan het doen. Een soort van ding van. Maar wat is er veranderd? Ik heb iemand ontmoet. En ik krijg haar niet uit mijn hoofd. Dus ze is heel mooi? Oh nee. 0%. Echt totaal niet. Ik kan het niet uitleggen. Ze doet iets met me. Misschien ben je ook wel heel makkelijk te lezen. Je weet wat ze zeggen. Jezelf openstellen voor iemand is niet een teken van zwakte, maar van overgave. Er is niks mis met het zijn van een open boek. Jongens, het is me gelukt. Ik ben een succesvolle winnaar van het grote gevecht van vanavond. Kijk, zoals iemands neuspiercing gevonden. Dude. Wat heb ik gemist? Waar is Daan? Oh hey, Dinges is er ook. Hij was net met Melissa Mudder. Kom, we gaan hem zoeken dan. Heb je altijd al iets gevonden? Ik weet niet zo goed wat ik wil. Wat wil jij dan? Nee, sorry. Oh, 11-jarige Daan zou me nu zo hard voor mijn gezicht slaan. Dit is niet wat ik wil. Je bent het gewoon niet, zeg maar. Ik weet wat ik wil. Daantje, je was met die. Nice. Nu ben je een man. Het is gevangenismeisje. Dit is Mila. Hi. Daan, je haar zit anders, of niet? Dank je. Hey, heb je Lotte gezien? Ja. Lotte is met die. Zo. Hey, je kent Daan nog wel, toch? Ja, tuurlijk. Niks mis met die man. Nee, hij is echt een toffe gozer. Hij is echt heel cool en zo. En hij is echt zo van, blijf van zijn meisje af. Zijn meisje? Max! Oh. Gebruik nooit je hoofd? Waarom niet? Het is awesome. Chris, ik weet dat je niet van vecht houdt, maar deze gast gaat echt te ver, man. Ik zou het niet pikken. Pak hem. Oh, gaat het, man? Oh! Oh, no. Blijf van mijn klasgenoot af! Wat is dit gevoel? Daan, was je met haar? Nee, ik heb niks gedaan. Leugenaar? Ik zag hem met haar naar boven gaan. Nee, ik ging op niks in. Ik ben meteen naar beneden gegaan. Hoe kun je dat doen? Je wist dat er iets was die avond? En wat Max tegen je zei. Ik dacht dat dit het was. Ik heb niks gedaan. Ja, maar je ging mee. Ja, je wilde het. Dit is voor mij belangrijker. Ga maar. Lot, kom mee. Het is mooi klaar geweest. Serieus? Je moet dit goed maken, Lot. Mila.
wist het echt niet, man. Het spijt me zo erg. Ze kwamen zo nieuw en zo. Ik wilde gewoon dit weekend hebben. Zonder moeilijkheden. Zonder medelijden. Kom hier, man. En Lotte dan? Dat is gewoon niet anders nu. Dit is het gewoon. Maakt niet uit. Ik word gewoon je vriendin. Alles voelt zo anders nu. Alsof we eindelijk wakker zijn. Loslaten is het moeilijkste wat je kunt doen als je echt ergens om geeft. Je kunt het niet altijd zo stevig vasthouden. Je kunt niet voor eeuwig leven als gisteravond. Wat ik je kan meegeven, en ik meen het echt, doe het nu. Verzamel de moed later maar, want vandaag is een dagdroom waar alles mogelijk is. Maar zoals met elke droom, komt er toch het hartverscheurende moment dat je wakker wordt.
never set it right. She'll take a piece of you inside and release you when it's time. It's all over. You could never handle this. She'll get with someone else and kiss, and you're dying deep inside. It's all over. And she'll fall again, and she'll call her friends. Her heart can't take it, but it will always try again. She can't make it stop, and they'll break it all. Some time, don't recall her smile. My eyes were open, I guess it only takes a while. So just take my hand, and we'll mourn a friend. We just can't give up the heart, it wants what it wants. And she'll fall again, and she'll call her friends. Her heart can't take it, but it will always try again. And we'll slowly grow. When we let it go, you'll be in her thoughts. The heart it wants what it wants. Yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh. Hey, Pop.